ben Marouche van de Groep. En ik ben Precious Wisely. En dit is het Nieuwsnet Journaal. Deze week werd bekendgemaakt dat minister Bussemaker van Onderwijs 1 miljoen euro beschikbaar wilt stellen voor het virtueel onderwijs. Het gaat om hoorcolleges die via internet te volgen zijn en waar studenten van HBO en universiteiten studiepunten voor kunnen krijgen. Colleges volgen vanuit je luie stoel in plaats van uit de collegebanken. Vinden studenten dit een goed idee? Goed dat het online is. Dat hoef je niet helemaal te reizen als je bijvoorbeeld heel ver moet reizen om hier naar school te gaan. Maar als je daar een studiepunt voor krijgt, dat is een beetje te makkelijk verdiend, denk ik, toch? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik de gezelligheid van school wel zou missen, zeg maar. Maar het is misschien wel handig, vooral als je thuis misschien iets hebt waardoor het moeilijk is om naar school te gaan, dat je toch gewoon je studie kan koppelen. Het lijkt me wel handig. Gewoon lekker thuis en dan hoef je niet helemaal naar school te reizen en zo. Ik denk dat het veel tijd scheelt. Dus die kan je weer beter benutten om te leren en zo. Ja. Het heeft natuurlijk twee kanten. Het is makkelijk, want je kan gewoon vanuit je luie stoel kan je gewoon colleges volgen. Maar aan de andere kant vind ik het zelf ook wel belangrijk om naar een plek toe te gaan, zodat je niet wordt afgeleid door andere dingen. Want ik merk zelf heel erg in mijn eigen omgeving dat ik het beter vind om in een lokaal te zitten, want ik word heel snel afgeleid door dingen. Dus ja, maar voor andere mensen kan dat natuurlijk wel goed werken, maar ik denk voor mezelf dat het niet zou werken. Nou, zelfs niet verplichte vakken zou ik gewoon lekker thuis vanuit mijn bed kijken. Maar de verplichte vakken zou ik wel echt weer naartoe gaan op de vakken die ik echt moeilijk vind. Eigenlijk, ik vind het belachelijk, die idee dat je een hoorcollege op de internet kan zetten en daar studiepunten voor regelen. Ik vind het een heel goede aanvulling dat zij de hoorcolleges gaan filmen voor mensen die ziek zijn of mensen die nog een keer dat hoorcollege willen horen. Dat vind ik heel goed, daar ben ik echt voor. Maar ja, hoe ga je dan punten voor vragen? Dat is een beetje raar. Blended learning, gemengde leren, dat je ze leert op school en met studeren, maar ook op online dingen van dingen kennis neemt. Dat kan natuurlijk in principe. Maar alleen maar een filmpje kijken, lijkt me niet dat dat op zich studiepunten op kan leveren. Alleen... Denk je omdat je de studiepunten voor krijgt dat er ook misbruik van gemaakt gaat worden? Ja, tuurlijk. Want studenten gaan altijd op zoek naar een manier om makkelijk punten binnen te halen. En daar gaan ze vast een manier voor vinden, dus dat gaan ze zeker doen, ja. Er is dus nog veel onduidelijk over het plan van minister Bussemaker, bijvoorbeeld hoe ze fraude tegen willen gaan. Het is zo dat het ministerie daar die Kamerbrief online over heeft gezet. Over de precieze invulling is verder nog geen informatie. Ja, mogelijk dat die ook bij de colleges en de universiteiten zelf wordt neergelegd, omdat zij natuurlijk moeten toezien en verantwoordelijk zijn voor het toekennen van die studiepunten. Voorlopig is het plan voor virtueel onderwijs vooral bedoeld als aanvulling op de studies en nog niet als vervanging van de hoorcolleges. We hoeven dus nog niet bang te zijn voor lege collegebanken. Het leven op een andere planeet. Voor sommigen een nachtmerrie, maar voor anderen is dit juist een droom. En deze droom leek werkelijkheid te kunnen worden door Mars One. Maar de laatste tijd is er kritiek op de organisatie die een menselijke beschaving op Mars wilde starten. Men vraagt zich af of het plan wel realistisch is. My first impression was that this is an extraordinary project by people with vision and imagination. But my first reaction was, I think like anyone who would be confronted with such an idea, this will never work. Stel je voor, nooit meer de wind door je haren voelen, geen vogeltjes meer horen fluiten en nooit meer een Big Mac of kapsalon in je mond. Dit is de mogelijke toekomst voor de mensen die zich hebben opgegeven voor Mars One. In 2025 moeten de eerste mensen landen op Mars. Twee mannen en twee vrouwen. Van de 200.000 kandidaten zijn er inmiddels nog 1058 over. Uiteindelijk moet via een televisieshow bekend worden welke 40 enthousiastelingen definitief naar Mars zullen gaan. Met de opbrengsten van de tv-show moet een groot deel van de kosten gefinancierd worden. In theorie een prachtig plan. Maar de laatste tijd is er steeds meer kritiek op Mars One. André Kuipers zegt het volgende. Het plan om zoveel mogelijk bestaande ruimtevaarttechnologie te gebruiken is slim. Toch onderschat de organisatie de tijd die nodig is voor reparatie en onderhoud. In het ruimtestation ISS hadden we zelfs met een bemanning van 6 astronauten tijdtekort. Ook zijn er zorgen over het voedsel. Het is de bedoeling dat de Marsmannetjes op den duur zelf een eten gaan verbouwen. Het duurt echt een paar seizoenen om de grond vruchtbaar te krijgen, waardoor de reizigers een paar jaar op ingevroren voedsel moeten teren. En dat terwijl een gevarieerd dieet zeer belangrijk is. Ook de mentale conditie van de astronauten baart sommige zorgen. Psycholoog Dietrich Manzai zegt het volgende. Als de aandacht van het publiek minder wordt, daalt de genoegdoening die je voor de hele onderneming ervaart. Omdat alles nu eenmaal went, verliezen de Mars One astronauten op den duur het gevoel dat ze iets relevants verrichten.
Daarmee daalt ook hun motivatie. Hoe langer ze in leven blijven, hoe ongelukkiger en eenzamer ze worden. Steeds vaker worden mensen vervolgd om hun geloof, zo ook christenen. Dit gebeurt in meer dan 60 landen. De overheid speelt hier een grote rol bij. In het Midden-Oosten is christenvervolging al een langere tijd gaande, maar nu verschuift het zich langzamerhand naar het Westen. Ieder jaar maakt Stichting Open Doors de ranglijst christenvervolging bekend. Stichting Open Doors is een organisatie die hulp biedt aan vervolgde christenen. De ranglijst van dit jaar is kort geleden gepubliceerd. De heer Klaas Muurling vertelde welke landen er dit jaar in voorkomen. Het gaat natuurlijk om Noord-Korea, een land waar het zwaarst is voor de kerk wereldwijd. Men heeft het ook over landen als Somalië, Saoedi-Arabië, Syrië, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Noord-Afrikaanse landen, Colombia in Latijns-Amerika. Maar ook landen als Vietnam, Laos, Indonesië. En dat zijn allemaal zo'n 60 landen waar we werkzaam zijn. Niet alleen in landen als Noord-Korea, Somalië en Syrië komt het voor, zo ook in Amerika zijn er steeds meer tekenen van vervolging. In de stad San Diego is het verboden om zonder vergunning aan huis een bijbelstudie te geven. Doe je dit wel, dan krijg je een boete van $1000. In meerdere staten word je opgepakt als je in het openbaar uit de Bijbel preekt. Ik denk dat je in Amerika nog niet echt van vervolging kunt spreken. Inderdaad mensen daar in problemen komen vanwege bijbelstudies of wat dan ook. Je kunt het vervolging noemen, maar het staat in geen verhouding tot de landen waar wij werken. Kijk, ook in Nederland worden ons wat privileges als christenen afgenomen. Maar het staat in geen verhouding tot wat christenen in Noord-Korea overkomt. Die alleen maar ondergronds kunnen samenkomen, die geen kerkgebouwen hebben, waar het lezen van de Bijbel niet alleen verboden is, maar ook strafbaar is met levenslange gevangenisstraf. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner, voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Dan praten we over een hele heftige situatie. We mogen ons zorgen maken als onze vrijheden worden afgenomen. Maar ja, het staat in geen verhouding tot wat vervolgde christenen dagelijks meemaken. Of het in Nederland ooit nog zover komt, is nog onduidelijk. Nou, dat is iets wat wij Nederlandse christenen voorhouden, om lessen te leren van vervolgde christenen. Mocht ooit de situatie hier in Nederland veranderen, en dat, ik denk dat dat nog ver van ons is, maar mocht dat ooit een keer komen staan te gebeuren, dan vinden wij het belangrijk dat wij ondertussen lessen die we van de vervolgde kerk hebben gekregen, ontvangen, dat je ook doorgeeft, zodat de kerk in Nederland ook sterker wordt in hun geloof en ook leert om te gaan met tegenslagen en misschien ook later met vervolging. We staan hier op het Christelijke Hogeschool Windesheim en wij vroegen de dominee Bert Kortier om zijn mening over christenvervolging. Nee, maar wij zitten in ons land niet zo in elkaar dat we elkaar nou daarom de kop inslaan of zo, of elkaars kerk in brand steken, maar er zijn natuurlijk ook in Nederland waar vervelende incidenten geweest, waarbij christelijke mensen bijvoorbeeld leuzen gingen schilderen op een moskee of zo. Dus dat is ook godsdienstige vervolging, zeg maar. Ja. En omgekeerd ook dat er wel eens moslims een kreet op een kerk hebben gekalkt of zo. Okay. Dat zijn denk ik toch een soort voorstadia van wat jij bedoelt. Op 1 januari van dit jaar zijn een aantal wetswijzigingen ingegaan. 3 van onze Nieuwsnet-journalisten verdiepten zich in de handhaving van 1 wet in het bijzonder. Op 1 januari is de alcoholleeftijd naar 18 jaar gegaan. Dit was eerst 16 jaar. Heel veel mensen denken dat deze wet niet goed te handhaven valt. Wij gaan vandaag in Zwolle kijken of ik als 17-jarige drank en sigaretten mee ga krijgen. We beginnen dus in de Lidl, waar het bordje onder de 18 geen alcohol gewoon hangt. Straks zullen we nog andere supermarkten en een aantal andere winkels bezoeken. Maar eerst dus de Lidl. Dank u wel. Gaat goed tot nu toe, hè? Weet je wat? Nee. Hé, gaf me gewoon.
alcohol, kan ik nog lekker feesten. Dat ging goed, net als in de HEMA. Ja, dankjewel. Vervolgens in de 1000 is het wat spannender. Moet Marijke nou een ID-kaart zoeken? Dus even kijken, ze komt naar buiten. En? Is het gelukt? Het is gelukt hoor. Ja? Ja. Ze wilde eerst wel iemand bellen. Dus ik moest vroeger mijn ID-kaart en toen... Toen zei ik dus dat ik er niet bij me had en toen heeft ze iemand gebeld. Oh ja. Toen zei ze wel dat ze is volgens mij de 16 gepasseerd. Volgens mij zei ze 16. Ah, ik moest dan 18 zijn, maar ze zei 16 en toen heeft iemand gebeld. Zei ze, nou volgens mij is ze de 16 al gepasseerd. Ik moet even... En dan had ik niet gebeld. Dus is gelukt. Je mag 18 jaar op mijn nummer. En dat is precies wat Vera Bergkamp, Kamerlid van D66, al verwachtte. In een reactie liet zij weten... De Tweede Kamerfractie van D66 heeft inderdaad tegen de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 gestemd. Want wij denken dat handhaving door de gemeente in praktijk moeilijk zal zijn. De verantwoordelijkheid ligt volgens ons bij de jongeren zelf en de ouders. Wij denken dus dat deze nieuwe wet niet zal werken. En dat blijkt ook in de volgende supermarkt, terwijl het scheidingsbalkje ons nog anders vertelt. Zijn jullie daar? Ik moet er wel een keer. Zijn jullie? Ja. Hallo, is er geen pinkassen toch? Nee hoor, nee. Pas. We hebben geen pinkassen thuis. Oh. Niet alleen dan. Nee, goed voor mij, want ik vind het, zeg het maar ja. Ja. Oh nee, nou helemaal goed. Wou je de bon nog mee? Ja, ja. De groep die je wellicht preventief van de alcohol af kunt houden door de verhoging van de leeftijdsgrens, kan je ook bereiken door meer aandacht aan voorlichting te besteden. Daarmee maken we het de cashières ook makkelijker, want ze moeten tot 25 jaar controleren en dat is lastig. We vroegen of het inderdaad lastig is aan cashières Femke van de Albert Heijn, Lotte van de Poys en Jos van de Lidl. Ja, ik vind het wel moeilijker te zien, want je moet het nu gewoon veel vaker vragen dan hiervoor. Dus daar hou ik wel rekening mee, ja. Ik vind 25 heel hoog om dan nog ID te moeten vragen. Nou, ik vind het wel lastig, want eerst had je natuurlijk, je ziet heel makkelijk of iemand onder de 16 is. Maar het is veel lastiger om te zien of iemand onder de 18 is. Dus eigenlijk vind ik het wel vervelend. Je mag dan nu wel tot 25 doorvragen, maar nog steeds is het lastig herkennen of iemand wel 18 is of niet. Dat blijkt ook ja, in de primaire. Dank u wel. Dag. Alleen bij de Albert Heijn hebben ze oplettende cashiers. Tot twee maal toe krijgen we onze middelen niet mee. Hallo. Hi. Zou ik misschien... jullie zijn nog geen 25, denk ik. Nee. Zou ik dan een legitimatie mogen zien? Nee, sorry. Die heb ik niet bij. Dan kan ik het helaas niet meegeven. Nee, dat snap ik. Dankjewel. Andere supermarkten neem ik echt niet zo nauw met de nieuwe wet. Conclusie is dus dat eigenlijk alleen bedacht, hij niet lukt. Stel, je hebt als gemeente grof geld neergeteld voor grote stukken bouwgrond. Maar nu blijkt dat je deze grond aan de straatstenen niet meer kwijt kan. Een groot probleem dat kan leiden tot miljoenen verliezen. Ook de provincie Overijssel heeft dit probleem. Maar deze provincie heeft nu een oplossing bedacht. Toch vragen de andere provincies zich af of dit wel de beste oplossing is. Provinciebestuurders maken zich zorgen over het voornemen van de provincie Overijssel om in waarde gedaalde grond van haar gemeentes te kopen. Dat meldt het Financiële Dagblad dinsdag. Overijssel wil voor 130 miljoen euro aan grond van gemeentes kopen die het voor een te hoge prijs hebben aangeschaft door de aanleg van woningen en bedrijventerreinen. De overige provincies vrezen nu dat zij gedwongen worden hetzelfde te doen. Dat zou betekenen dat het direct op de grond moet worden afgeschreven. In het geval van Overijssel kan het verlies oplopen tot wel liefst 200 miljoen euro. In deze provincie hebben vooral Zwolle, Kampen, Almelo en Deventer zich verslikt in te dure grond. Ook in andere provincies kampen gemeenten met veel te dure grond door de waardedaling van vastgoed als gevolg van de financiële crisis. Provincies zijn bang dat zij geen nee durven te zeggen tegen het opkopen van deze grond, omdat dat ten koste kan gaan van andere investeringen zoals de aanleg van infrastructuur. Hugo Primus is hoogleraar volkshuisvesting aan de TU in Delft. Hij denkt dat Overijssel de gemeentes wil matsen. Dat lijkt mij een beetje slordige oplossing. In het algemeen geldt toch, als je te ambitieus, overambitieus bent in je grondbeleid, dan moet je toch zelf op de bladen zitten. Bovendien hebben een heleboel van die gemeenten ook nog wel reserves. Dus het is niet zo dat ze allemaal meteen in problemen komen. Andere provincies bekijken het plan nu met argusoog. Provincies die
geld hebben, zoals Noord-Brabant, die zien daar ook wel weer nadelen in, omdat het geld is misschien al eigenlijk voor andere doeleinden gereserveerd. Deze week is het BNM-programma Hij is een Zij van start gegaan. Hierin worden verschillende transgenders in beeld gebracht. Afgelopen maand heeft de regering ingevoerd dat transgenders geen subsidie meer krijgen voor hun operaties. Maar sinds deze week wordt er weer aandacht gevraagd voor transgenders door het programma Hij is een Zij van de katholieke omroep KRO. Wij belden met de organisatie Transgender Nederland voor een reactie. De boodschap is dat men wil laten zien wat deze jonge mensen meemaken in hun proces. Dat wordt getoond. Ja, kijk, de overheid gaat op andere zaken af. En dat is natuurlijk vooral de politiek die vragen gaat stellen. Het kan zijn dat de politiek door dit soort programma's wordt gestimuleerd. Maar ja. Eigenlijk is dat programma daar nou niet echt de zet voor die nodig is. Want er zijn al allerlei politieke partijen die voor ons bezig zijn. Dus dat zit hem niet in een programma. Dat zit hem in nog wat andere zaken. Deze week is de reality-serie Utopia van start gegaan. De bedoeling van John de Mol was om er een wetenschappelijk experiment van te maken. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. We vroegen aan twee deskundigen op het gebied van tv-programma's wat ze nou vonden van de serie. We gingen in op het wetenschappelijke aspect van het programma. Wetenschappelijk volkomen onverantwoord, omdat er zitten belangrijke ethische aspecten aan die met privacy te maken hebben. Ja, dat wordt hier juist uitgebuit en geëxploiteerd. Dus alles wat je in een wetenschappelijk experiment niet zou mogen doen, dat gebeurt hier wel. Ik hoop niet dat de wetenschap hier een grote dienst mee bewezen wordt of dat hier heel veel mensen een Nobelprijs mee gaan verdienen. Dat maak je mij niet wijs. Natuurlijk, als je die mensen met z'n 15 zonder iemand erbij op een onbewoond eiland zou zetten, dan zou je kunnen kijken wat er voor een gemeenschap ontstaat. Maar nu zit daar zoveel ruis in van allerlei contacten met de buitenwereld, yeah. Plus het dat ze weten dat ze continu gefilmd worden, dat die uitkomst niet zoveel zegt eigenlijk. Het is een kwetsbare plek, het is in het gooi. Mensen gaan die plek vinden, dus daar gaat gedoe komen, er gaan mensen gek doen, er gaan mensen proberen binnen te dringen. De cast bestaat uit 15 mensen. We vroegen ook wat ze vonden van de samenstelling van deze cast. Ik vond deze cast, ik vind hem vrij extreem. Ik vind het wel weer allemaal toch wel weer een tikje. Het is wel een vrolijke menagerie van buitenissige types. Een worstelaar, een godsdienstwaanzinnige massagetherapeute. Een zwerver waarvan ik niet geloof dat hij zwerver is. Hoogstens dat hij van het padje af is. En wat zit er nog? Ja, ik vind het allemaal vrij extreem. Ik heb de vrolijke vrienden daar gisteren bij elkaar zien zitten. Die knettergekke aannemer, die stond te huilen bij zijn koeien, ja. Omdat hij niet bij zijn vrouw was. Ik las vandaag nog ergens op een van de sites, een vrouw die er zit, terwijl de stiefdochter overleden is aan een ernstige ziekte. De man is al 4 of 5 keer klinisch dood geweest. Of het programma het een jaar gaat volhouden is nog maar de vraag. In de eerste week viel je de kijkcijfers in ieder geval niet tegen. Het gebeurt steeds vaker dat meisjes worden benaderd op een e-mail door oplichters. Zo ook de zogenaamde Ruben, die actief is in de provincie Overijssel. Afgelopen week ging er een mail naar verschillende meisjes. Hierin vraagt een zogenoemde Ruben de meisjes te poseren in lingerie en bikini. Hij maakt misbruik van verschillende fotografen door net te doen alsof hij met hun samenwerkt. De fotografen zijn hier de dupe van. Hun website wordt genoemd waardoor ze een slechte naam en veel negatieve reacties krijgen. Niet alleen de genoemde fotografen, maar ook fotograaf Ruben. Hij is de dupe van zijn naamgenoot die ook nog eens bijna hetzelfde e-mailadres heeft. We spraken twee van de gedupeerde fotografen over hun reactie hierop. Ja, verbijstering en meteen afsluiten zo'n vent. Ik bedoel, die maakt ons fotografen daar het leven niet makkelijker door. En zulke typen zorgen ervoor dat je bij fotoshoots, dat er altijd een aparte sfeer omheen hangt, omdat zulke lui het allemaal verpesten voor ons. Nou, ik heb er vannacht wakker van geweest, echt genoeg. Ik kreeg direct al uit het hele land reacties van wat is dit nou, weet je wel. Dus ik vind het echt heel erg eigenlijk. Ja, balen. Ja, allereerst dat iemand zoiets op deze manier probeert voor elkaar te krijgen, dus op een slinkse manier.
En hier baal ik echt wel van, want dit kan me best wel veel klanten kosten, zo'n grapje. De politie is nog bezig met het onderzoek. Gayfeesten zijn voor homo's, of toch niet? 1 op de 5 hetero-studenten zegt wel eens in de gaybar te komen. Nick Lohman vertelt over het feest dat hij organiseert in de Lerenlampen. Op 15 februari zal voor het eerst in de Lerenlampen in Raalte een gayfeest georganiseerd worden. Naast de verschillende DJ's komen er ook bekende artiesten optreden als Ron Link en Sharon Dawson. Halfnaakte barmannen serveren drankjes, drag queens zijn aanwezig, niets is te gek. Maar wat vindt de gemiddelde student nou eigenlijk van gayfeesten? Ik ben zelf hetero, maar ik ben eens een keer met 5 vrienden ben ik naar een gayfeest geweest. En dat was best wel grappig, want ja, je ziet er gewoon hele andere dingen dan wat je normaal ziet op een feestje. Je ziet ook gasten met elkaar tongen, je ziet chicks met elkaar tongen. Dat is wel even wennen eigenlijk, dat komt wel een beetje hard op je over direct. Maar de sfeer is altijd hartstikke goed daar en op zo'n feestje denk ik. Want ja, ik denk dat homo mensen toch wat aardiger zijn naar elkaar toe dan hetero mensen ook. Het feestje, het is gewoon een leuk feestje denk ik, een gayfeest. Gezelligheid. Wel leuk. Ik ga wel eens naar een gaybar met een vriend. En binnenkort ga ik naar, in Arnhem heb je een feest, een gayfeest, daar ga ik ook heen. Dus ik vind het wel top. Hoe zou jij het vinden om naar een gayfeest te gaan? Het zou mij niks uitmaken. Het zijn ook gewoon mensen, ze zijn vaak gezelliger nog wel dan de mensen, dus dan de hetero mensen die er moeite mee hebben. Nou, ik zou niks vinden, ik ben zelf geen gay, dus waarom zou je naar zo'n feest toe gaan? Ah, lijkt me wel leuk. Ja, maar ik heb er eigenlijk niks te zoeken. Het is hartstikke gezellig en loop ik gewoon hetero mensen rond. Ook volgens Nick Lohman, de organisator van het feest, is het niet speciaal bedoeld voor homoseksuelen. Het is vooral een feest waar je lekker jezelf mag zijn. Ik denk niet dat dit feest, misschien wel, ik hoop het, sommigen overtuigen van ik ga nu uit de kast komen want ik wil naar het feest, voor wijze van spreken. Maar ze moeten gewoon zichzelf zijn. En nogmaals, ook hetero zijn van harte welkom. Het is voor de gay, voor de gay-minded, voor de gay-friendly. Dus als er een jongen is, een homoseksuele jongen met 10 van die hetero meiden, kom alsjeblieft met z'n 11. Het is hartstikke gezellig. Wij oordelen niet op uiterlijk of ras of seksuele voorkeur. Het thema is gewoon echt gay en iedereen die zich daarin kan vinden, op wat voor manier dan ook, is welkom. De crisis mag nou voorbij zijn. Met de kringloop gaat het nog steeds goed. Terwijl kleine kledingwinkels hun deuren moeten sluiten, gaat er bij Harry's Kringloop een tweede filiaal open. Onze verslaggevers praten over Harry met het succes. We staan hier bij Harry's Kringloopwinkel. We staan hier voor het eerste filiaal en Harry heeft sinds kort een tweede filiaal geopend. We praten zo meteen met hem over het succes en over zijn nieuwe filiaal. Ik heb bijna vier jaar geleden het bedrijf overgenomen van Bosman op de Deventerstraatweg. Daar hebben we nog 2 jaar mogen zitten. Toen zijn we met z'n 1, 2, en mevrouw, ik, mijn zoon en mijn medewerker, met z'n 4 begonnen. Toen moesten we overstappen noodgedwongen naar Westerlaan. Daar hebben we inmiddels van 4 zijn we naar 8, 9 mensen gegaan. Nu heb ik dus sinds kort de Rietenweg erbij. Nu zitten we al denk ik. Al met al, het kleine 20 personen. Ja, wat is de succesfactor nou van zo'n tweedehands of kringloopwinkel? Ik denk als ik naar mezelf kijk, dat mensen toch een beetje meer het idee willen hebben van ik loop in een winkel. Niet meer van het malapietje gebeuren, zeg maar. En heeft het ook nog iets te maken met de crisis, dat mensen juist goedkopere dingen willen hebben? Denk ik wel. Ik denk dat het zeker mee helpt. En werken die mensen hier ook vrijwillig? Ik heb een paar vrijwilligers, nou ja, het zijn niet echt vrijwilligers, het zijn cursisten van de Delta Jong. Oh. Het zijn vrienden. Ja. Zo is ons bedrijf eigenlijk groot geworden door hulp van familie en vrienden. Zo hebben we het een beetje kunnen ruilen en zelf. We zijn groeiende. 7 januari hebben zij een tweede vestiging geopend aan de Rietenweg. Daar hebben we ook een kijkje genomen. I'm gonna hop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome.
Ook voor studenten is de kringloopwinkel een uitkomst. Ik zocht een bepaald soort stoel en ik ben een student, dus ik heb geen zin om heel veel geld eraan uit te geven. En zo vaak zit ik er toch niet op. Dus ik heb gekozen om bij de Tweedehands Winkel te kijken of daar iets goeds te vinden was. Qua meubels en zo wel, maar qua kleding zal ik toch gewoon naar een nieuw kopen. Ja, in Schotland ben ik wel eens in tweedehands winkels. Ik kom vaak in Schotland, maar dan zijn het meestal cd's. In Overijssel zijn 3 weekmarkten genomineerd voor de prijs Beste Warenmarkten van Nederland. Een van die markten is de Weekmarkt in Deventer. Vorig jaar is deze markt geëindigd in de top 5 van dezelfde verkiezing. 2 medewerkers van de VVV en een marktkoopman geven het volgende commentaar op de nominatie van dit jaar. Op een gegeven moment natuurlijk een enorme boost voor de binnenstad. We proberen al vele eeuwen lang hier een mooie markt te organiseren. Het is al meer dan 700 jaar hier. En het is een kroon op het werk van alle standhouders om hier een hele mooie markt neer te zetten. Ja. En verwacht u nu ook meer standhouders of denkt u dat dit gewoon zo blijft? En verwacht u meer aanloop van toeristen of consumenten? Ja, ik weet niet of er nog meer standhouders bij kunnen. Maar er is in de laatste jaren wat meer variatie gekomen. In die zin is er wel wat verandering geweest van het aantal standhouders. Maar het is wel zo dat wij dat toch ook wel wat meer toeristen zullen verwachten. Want Deventer profileert zich natuurlijk nu al met zijn mooie monumenten. En als je dan een van de beste markten van Nederland hebt, of de beste, dat zou natuurlijk ook hartstikke leuk zijn. En we merken nu ook wel, dus nu is er markt, er komen haast geen toeristen binnen. Die komen pas straks als de markt afgelopen is. Dus die vinden het ook ontzettend leuk, want dat kun je gewoon binnen merken. Ik vind het natuurlijk heel leuk, heel mooi. En dat we toch weer met z'n allen dat weer voor elkaar hebben gekregen. En ik hoop op een goede uitslag. Ja. En verwacht u dat er dan ook meer aanloop komt? Of zegt u van, zo is het ook goed? Het is natuurlijk altijd goed voor de aandacht naar de mensen toe en de promotie van de markt. Ik denk als je daar met bepaalde acties goede aandacht aan geeft, dat je toch wel weer meer mensen naar de markt gaat trekken. Okay. Dus dat hopen we allemaal. En dan nu het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt met een temperatuur van 8 graden. Er is 10% kans op neerslag. Waarschijnlijk houden we het dus droog. En dan morgen. Het wordt 7 graden en er is 60% kans op neerslag. En dit was het Nieuwsnet Journaal van vandaag.